De Atticus Alumni Associatie heeft afgelopen donderdag voor de tweede keer een A3-talk gehouden. Met als thema jeugd en ontwikkeling een noodzaak. De gastspreker was de minister van Buitenlandse Zaken Ildis Polak Bigli. Zij ging naast het thema ook in op het belang van het buitenlands beleid voor de ontwikkeling van de jeugd. Polak Bigli beantwoordde de vragen die na haar inleiding zijn gesteld. Zo gaf de bewindsvrouw aan dat de regering maatregelen heeft getroffen om te voorkomen dat de verkeerde kaart van Suriname wordt gebruikt. En wat ik ook mag zeggen finaal, want u noemde net ministeries die nog verkeerd bezig zijn. De regering heeft vorig jaar een regeringsbesluit uitgevaardigd om de precieze grenzen van de kaart van het land in kaartvorm aan alle instanties, ook aan mediabedrijven, ook aan de DNA te doen toekomen. En we hebben als regering een vast protest, dus een tekst die vaststaat, waar elke Surinamer zich bevindt die de regering of het land vertegenwoordigt, hoe zij dan moeten protesteren, vast te leggen. Dus dat is een hele stap in de goede richting, omdat ik vroeger niet wist hoe om te gaan als ze in de zaal zitten of piano zitten, hoe moet ik daar reageren als die kaart komt. Nu hebben we teksten bereid, klaargemaakt, dit moet u doen. Dus, en we hebben wat succes op dat gebied. Ik begrijp u wel en ik kan niet nog meer hoop geven, maar ik roep ook dan aan de Afrikaanse samenleving om ons bij te staan. Dit is een Surinaamse zaak. Ik heb het vaker in de DNA gezegd, als het gaat om de landsgrenzen, then we cannot be opposing each other. We moeten met elkaar staan, want het gaat om Suriname. En het gaat meer nog om die kinderen die daarna de issues moeten fixen. Polak Bigli gaf verder aan dat geen enkel diploma of universiteit kan werken aan je sociale betrokkenheid. De bewindsvrouw deed een beroep op de jongeren om zich niet alleen bezig te houden met studeren, maar ook te socializen. Als voorbeeld haalde zij aan dat er meer jongeren verwacht waren bij de A3-talk. De socializen niet. Dus geen enkel diploma kunt u dat opleveren. Het heeft puur te maken met de ervaring die je opdoet, de betrokkenheid die je hebt en de bijdrage die je levert. En ik geloof dat ontwikkeling verschillende niveaus heeft. Een stukje ontwikkeling dat heeft met academische vorming te maken. Maar je hebt ook een cognitieve, een die met skills te maken heeft. Dus en daar moet je in investeren. En dat kan niemand voor je doen. Dat ga je zelf moeten doen. Door je vleugels uit te slaan. Dus get on it. Get ready. Zeker weten, maar wat betreft skills, wordt dat dan op den duur gemeten, want er moet dan een leerinstrument kunnen zijn waarmee je in hoeverre of in een zekere mate kan socializen. Ja. En dat gedeelte, hoe meet je dan dat gedeelte? Vaak genoeg komt het tot uitdrukking in je omgangsvormen, toch? Op de werkvloer, in je kerkgemeenschap, in je organisatie. Dan kunnen we meten hoe communicatief bent u, hoeveel teamlid bent u, hoeveel spraakzaam bent u als leider of als follower. Ja? Hoe goed kunt u luisteren? Dus die meetmomenten kan je alleen in groepsverband hebben. De minister van Buitenlandse Zaken Ildis Polak Bigli. Ze was afgelopen donderdag de gastspreker tijdens de tweede A3-talk, georganiseerd door de Atticus Alumni Associatie. De lezing is gehouden in het IGSR-gebouw op het universiteitscomplex.